Opvallend genoeg heeft Peter Pannekoeker voorgekozen om André Hazes junior geen enkele keer te noemen in zijn oudejaarsconferentie op NPO1. En dat terwijl hij toch de meest besproken BNR van het jaar is, al houdt hij zich de afgelopen maanden redelijk kust en gaat momenteel Marco Borsato er met de eerste plek vandoor. Gevraagd naar welk onderwerp hij wijt, zegt Peter in Veronica's Superguider, André Hazes junior. Ik denk dat het voor mensen ook wel eens prettig is om anderhalf uur niet over Dreetje Hazes te horen. Dat gun ik het publiek in de zaal en de mensen thuis heel erg, een André Hazes vrije anderhalf uur. Dat moet mensen overhalen om te gaan kijken, toch? Wie hij nog meer negeert? Thierry Baudet. Ik heb hem voorlopig nog niet één keer genoemd omdat ik het gewoon niet interessant vind om het over politici te hebben die alleen maar ophef creëren. Door het overzit te hebben, doe je namelijk precies wat ze willen. Peter hoopt dat er veel mensen naar zijn voorstelling gaan kijken, voegt hij toe in NRC Handelsblad. Ik heb gekeken hoeveel publiek mijn voorgangers trokken. Joep had 2,7 miljoen kijkers. Maar Joep is Joep, een natuurkracht op zich. Theo, 1,7 miljoen. Erik van Muiswinkel, 1,1 miljoen in 2010. Dat is de ondergrens. Hoeveel kijkers wil hij hebben? Dit worden de nu en al koppen, waar ik op word gepakt, ik haat het, maar vooruit, het moet meer dan 1,1 miljoen zijn en bij 1,7 miljoen kijkers ben ik blij.